iets andere opstelling in verband met de zon. Snowbone, Wipeout. In de foam cannon van Lancia 2.0 van Manella. Ik doe er ook nog erbij zit 100 ml in. Voor jullie niet te zien, maar aan deze kant heb ik streepjes waar ik dat in af kan meten. Dat zou genoeg moeten zijn. Dan heb ik de D-shake foam pistol en de stip. De stip 240 ml water. D-shake. Er zitten helaas geen afmetingstreepjes op, maar ik schat omgerekend zo'n beetje 400. Ik doe in de D-shake afgemeten 3 dopjes shampoo. En vorige keer werd ook gevraagd, joh, doe dus evenredig in de stipte pistool. Omdat deed ik vorige keer puur product in. Ik doe het nu net als bij de D-shake, alleen dan op veel minder water. Ook 3 dopjes shampoo. Toch een vergelijk te kunnen maken, dan is hij toch iets sterker gemengd. Maar goed. Kijken of dat hetzelfde effect heeft, of een minder effect heeft. Dat het meer schuimt. Vorige keer zei ik, er moet puur product in, dat geeft stipt aan. En ik gooi er een heel flesje dirt foam in. Ik heb hem vorige keer helemaal afgevuld met de Raindrop Pearl Shampoo van Liquid Elements. In vergelijking met deze heb ik daar 3 dopjes in gedaan. Er kwam in mijn belevenis veel meer schuim uit, beter schuim uit dan de foam pistol van Stip. Maar dan nog is het niet te vergelijken met een foam cannon met snowfoam. Ik had ook in die andere had ik puur snowfoam gedaan, maar het schuimbeeld was precies hetzelfde. Dus dat moet je mogen uitmaken. Ik ga de boel weer even verzetten. Ik knip het filmpje. Ik kom straks kijken of ik dat als één kan monteren. Zo niet, ga ik 3 of 4 filmpjes plaatsen. Dan had ik het eerste gedeelte zien met de snowfoam cannon. En daarna klik ik hem over, haal ik hem van de hoge druk af. En zet ik hem op de foam pistols om. Ja, gelijkmatig beeld te doen. Waarom doe ik dat? Omdat als het goed is, snowfoam veel langer op de auto blijft zitten. Deze temperatuur, nogmaals oppervlakte van lakjes 38 graden, is niet ideaal. Dus ik moet daarna zeker met de hand maar wassen en drogen en ongeheid zal ik vlekken krijgen. Maar goed, daar neem ik voor de koop toe. Kijk of ik die op een andere manier weg kan krijgen. En dan daarna, aan de andere kant, spuit ik dan met de foam pistols. Om te zien hoe dat schuimdikte beeld is en daar het vergelijk mee te maken. Ik ga even opstellen en ik kom zo weer terug.